Het begon in 2012 bij de Syrische jongen die een oude auto ombouwde zodat hij zich in de passagiersstoel kon verbergen. De stopper, de bij de bareel, de grensmensen, de je komt er niet binnen honden, de bye-bye haaien, die zelfs het kloppend bloed in zetels ruiken, die als de chauffeur niet had geschreeuwd met hun tanden, zowel het leer van de zetel als zijn huid hadden opengereten. Het begon in 1994 bij de Rwandese vrouw die haar kinderen de boot induwde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water, de vrachtwagen, de snelwegen die onder en door donderden, de stangen in hun rug, de ruwe handen, de zoektocht naar asiel, een paar papieren die onbetaalbaar, onbereikbaar, onbeschikbaar bleken. Het begon in 1883 bij het Poolse gezin dat met de Red Star Line naar Canada zou varen. Maar de tickets waren vervalst. Ze zaten vast in Amsterdam, in lompen gehuld, hun geld vergooid. Geen petroleumlamp om hun zorgen te verlichten, geen toekomstplan. Alleen het bloed bleef kloppen. En dan opeens de helpende hand van een man die een rechtrok en onderdak aanbood. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij mijn Spaanse bed over grootmoeder, die haar belagers neerstak. Ze van hun beurs beroofde, het kloppend bloed uit hun aders zag stromen. En de stad uittrok. Begon eigenlijk al veel vroeger bij uw Egyptische voorvader die de rol van de slaaf doorbrak. In een vissersbootje het juk van de farao afschudde. De sterrenhemel was houvast. Het kloppend bloed, het klotsend water. En het stopt niet met de Europese Unie die anno 2016 miljoenen euro's aan haar burgers overlaat. Het stopt niet met miljoenen euro's die de komende jaren naar grensbewaking gaat. Het stopt niet met de verbolgen uitlatingen van de allergisch aan kleurmensen, de allergisch aan taalmensen, de allergisch aan cultuurmensen, de houder van structuurmensen, de sterkste aan de machtmensen. Er is maar één juist gedacht, mensen. Het klopt niet, onze staatssecretaris voor asiel en migratie. Het klopt niet, de Middellandse Zee als massagraf. Het begon bij een inventieve Syrische jongen die 4 jaar geleden in een oude stoel klom. De stopborden bij de bareel, de grensmensen, de je komt er niet binnen honden, de bye-bye haaien, de jongen die vandaag in zijn door God vergeten land het leven laat. Het bloed dat uit zijn aders vloeit, klopt een laatste maal sneller. Ik wil iets vertellen, iets over een reis die lang geleden onze aders, onze voorvaders, met elkaar verbond. Bravo.